Hallo, ik weet dat jullie het heel leuk vonden een paar weken geleden toen jullie moesten luisteren naar wat ik vertelde en dat je op die manier een tekening moest maken. Ik heb iets gezocht dat daar een beetje op lijkt. Klein beetje anders natuurlijk, anders is het weer al hetzelfde. Maar ik heb wel drie luisteropdrachtjes voorzien waarbij je eigenlijk alleen maar moet gaan kleuren. Ik ga iedere keer de opdracht zeggen. Ik laat jullie eventjes tijd. Maar misschien heb je wel wat langer tijd nodig om te kleuren. Dus ik stel voor dat als ik een opdracht gegeven heb, je het filmpje eventjes op pauze zet en dat je het kleurt en dan weer opnieuw. Je kunt natuurlijk zoveel keer terugspoelen als je wil. Dat is mogelijk. Je kunt een klein beetje vals spelen. Maar weet ook dat dat eigenlijk niet de bedoeling is. De bedoeling is echt dat je het probeert om te onthouden. Dit is echt een oefening. Meervoudige opdrachten heet dat. Dat is echt om verschillende stapjes te leren onthouden. Een tip daarbij kan zijn dat als ik de opdracht gezegd heb, jij zet het op pauze, je herhaalt het nog eens luid op wat ik gezegd heb en dan pas kleur je. Dus je begint nog niet meteen te kleuren als ik het aan het vertellen ben, want dan hoor je misschien het einde van de opdracht niet meer. Dus eerst luisteren, pauze zetten, luid op herhalen en dan pas kleuren. Goed, we gaan naar opdracht 1. Dat is hier met de schildpad, de olifant en de kip. Eerste opdracht. Kleur de eerste olifant en de tweede kip groen. Kleur het eerste en het voorlaatste dier geel. Teken een blauwe kring rond de middelste kip en zet een blauwe streep onder het derde dier. Kleur de tweede olifant grijs en de derde kip rood. Plaats een ster boven het voorlaatste dier en doorstreep het tweede dier. Goed, dat waren ze. Het zou kunnen dat je misschien nog eens moet gaan terugspoelen, maar als het al gelukt is in één keer, dan verdien je echt een supergrote pluim. De tweede opdracht gaat over de hondjes en de muizen. Opnieuw hetzelfde. Luister, herhaal de opdracht mondeling en kleur daarna. Het eerste. Trek een kring rond de eerste gevlekte hond, de tweede grijze muis en het laatste dier. Dat is een moeilijke, dus ik herhaal die even. Trek een kring rond de eerste gevlekte hond, de tweede grijze muis. En het laatste dier. Kleur het eerste en het voorlaatste dier geel. Kleur de tweede gevlekte hond blauw en de laatste muis groen. Trek een streep tussen de eerste en de tweede muis. Trek een streep onder de voorlaatste hond. Kleur het tweede dier en de eerste muis rood. Dat was al wat moeilijker, want je hebt daar de muizen, de gevlekte hond. En zo verder. Dat was al een hele moeilijke. Ik hoop dat het gelukt is. Daarna heb je op het volgende blaadje deze boerderij. En die moeten we op een bepaalde manier gaan kleuren. Luister dus goed. Kleur de wolken blauw en de windwijzer rood. Kleur de hond zwart. De eend geel en geef het paard een bruine kleur.
Kleur de zakken groen, de struiken lichtgroen en de kruin van de boom donkergroen. Kleur de schoorstenen rood en geef alle ramen een paars kleurtje. Nadat je de ladder bruin kleurde, geef je het stro op de zolder en de spade een gele kleur. Het hek moet roze worden en het dak van de schuur wordt bruin. Dat was het. De oplossing zul je vinden via mail of via de Facebookpagina. Hopelijk is het gelukt.